Andreas Vogelaar die reageert ook via Spotify en die heeft een leuke vraag. Die zegt, zijn er nog games die jullie uit je jeugd nooit hebben uitgespeeld? Ik moet nog steeds de Turtles van de NES uitspelen. Het zwemlevel haalde ik prima. Het zwemlevel haalde ik prima, alleen even verder zat een jump en die haalde ik nooit. Zo frustrerend. Ja, dit is denk ik wel heel herkenbaar voor iedereen eigenlijk wel. Als je... Oh. Ik heb mijn antwoord klaar liggen, dus ik kan hem wel aftrappen. Ja, doe maar, want ik ben echt gewoon op zoek naar de titel. Flashback op de SNES. God damn, dat is ook een goeie. Ja. Die had ik en ik had heel veel games voor de SNES. Ik was een spoiled little boy. Maar ik vond die zo vet en ik ben nooit voorbij het tweede scherm gekomen. Want als je naar links gaat, dan ging ik altijd dood, want er werd geschoten. En dat was een soort van maze. En rechts was een sprong die ik niet haalde. En ik denk dat het een van mijn meest gespeelde games ooit is. Ik vond het fantastisch om niet te weten wat ik daar ging doen. Dus die heb ik nooit uitgespeeld. Het is jammer dat de remake of de reboot van Flashback, die kwam vorig jaar uit, die is volledig gereviewbombed. Die heeft echt eens of zo. Oké, Flashback. Ken je niet? Ja. Nee. Hey, is er niet laatst... Oh ja, ja, dat vertelde je me dus. Dat, ja, maar ja, die is dus niet goed ontvangen. Want ik was toen heel erg hyped om te gaan kijken of ik echt zo'n idioot was. Of dat het... Maar ik was gewoon een idioot. Je moest gewoon naar links. Je moest gewoon niet doodgaan. Maar die heb ik nooit uitgespeeld. En Toy Story op de Game Boy heb ik ook nooit uitgespeeld. Oh ja. Die heb ik ook ja, veel gespeeld. Herkenbaar. Right. Ja, je bent ook zo dom als kind. En je stoort je er niet aan. Je gaat gewoon opnieuw de hele tijd. Precies. En dat is inderdaad... Ik moet heel erg graven. Ik ben heel oud. dat is het, ja. Maar er was... Jeetje mina, ik kom niet op de titel echt. Er was een game op de Mega Drive. Okay. Ja, Mega Drive. En het was een beetje een RPG-adventure. Het ligt echt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Misschien straks ineens roep ik ineens een titel en dan weet je... Oh ja, gewoon dat uit het niets. Gewoon, Het was een heel klein poppetje gewoon, waarmee je door de wereld heen ging. Je moest een beetje slash. Het lijkt een beetje op Zelda, maar dan 2D. En daar zat een dingetje in. Hij had een panfluit. En je hebt met sommige puzzeltjes dat je zeg maar die panfluit in een bepaald riedeltje moet afspelen. Oh. En dan gaat er shit open. En ik was zo jong dat ik halverwege de game moest ik weer zo'n riedeltje doen. En ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar. En ik heb het zelfs, dat weet ik nog, zelfs mijn moeder het geprobeerd te laten doen. Want je moest het echt... Het is best wel een lange sequence die je moet doen. Precies op de maat van die shit. En dat kreeg ik gewoon nooit voor elkaar. En dat heb ik nooit gedaan. En dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. En ik heb altijd gedacht, als er ooit een remake uitkomt... Ja, dat had ik dus met Flashback. Dan ga ik ervoor, maar dat is nooit uitgekomen. Maar weet je hoe die heet? Of? Nee. Nou, maar dan is het mooi. Dat is goed voor de engagement. Kunnen mensen gaan reageren? Inderdaad. Misschien inderdaad de wat oudere gamer die dit ooit heeft gespeeld op de Mega Drive. Met die panfluit. Misschien zeg je wel meteen van, oh, dat is dat. Ik vind het wel een heel uniek concept. Een Zelda-achtige game met een panfluit? Ja, het is gewoon, het is gewoon zo'n feintje. Ocarina, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar dan way daarvoor. En het was veel simpeler. En ik weet echt niet hoe het heet. Wacht even, de Zelda heeft gewoon dit geript. Dit concept gestolen. Dat weet ik niet of het echt daar vandaan komt. Ik weet ook niet of het zo'n... Een Zelda lijkt me op Unflight. Oh, maar het is inderdaad wat je zegt. Want ik had die game niet zelf. Maar dat vroeger in mijn tijd, game, en opa praat, huurden we games bij de videotheek. Ja, Dr. Games. En dus inderdaad, ik heb die game wel 20 keer gehuurd of zo. En elke keer begon ik weer opnieuw. En kwam ik na uren spelen weer op dat punt en redde ik het weer niet. Oh. En dan hield het weer op. En dan een paar weken later dacht ik weer, ik ga toch weer een keer proberen. En dan huurde ik hem gewoon weer. Ja, maar het was magisch. En dan speelde ik wel die eerste paar uur. Dus die eerste paar uur, ik denk dat als ik dat weer opzet, dat ik het kan dromen. Maar het is zo lang geleden nu al, echt. Holy shit. Ik ga daar research op doen, welke game dat was. Maar speelden jullie voor de rest alles uit? Nee, beslist niet. Nee, maar, dat is echt een ding wat een beetje aan me knaagde, zeg maar. Ja, wat echt is blijven hangen. En nee, zeker niet dat ik alles uitspeelde. Fuck no. Ja, ik heb echt meerdere... Eigenlijk speelde ik nooit iets uit, volgens mij. Want ik bleef altijd hangen in het eerste level of zo. Ik weet toch wel dat ik heel ver kwam in Prince of Persia. Die eerste, zeg maar. Oeh, ja. Dat was best wel pittig. Ja, heb ik ook nooit uitgespeeld. Dat op een gegeven moment kwam je ook in andere gedeeltes van het kasteel. Want in het begin was het dan een beetje blauwig. En later werd het dan ook roze. En weet je, kwam je zeker meer in de suites van de sultan. En dat is echt shit. Heel moeilijk, inderdaad. Maar ik weet niet of ik die ooit heb uitgespeeld, maar nee, op een gegeven moment kwam je tegen een schaduw en zo. Volgens mij moest mijn broer dat dan altijd even doen. Tegen een schaduw? Oh, precies. Ja, je moest tegen je eigen schaduw of ja, zo. Ja, dat geeft me Zelda 2 vibes. Dat is de moeilijkste eindbaas. Dit komt echt... Zelda heeft alles gejat, hoor je dat? Ik was het zeggen, die hele game. Maar ik weet bijvoorbeeld ook, waar ik heel erg wild van was, Thaxter.
Ik weet nog wel dat ik jaren geleden kwam ik nooit op die titel van die game. Maar toen heb ik het ooit een keertje in pauwpraat gezegd. Maar dat was je een robot en dan kon je veranderen in een vliegtuig. En dat was echt awesome. Mm. En dat vond ik ook te gek. Maar volgens mij heb ik dat ook nooit uitgespeeld. Dat is typisch zo'n game. Daar blijf je een beetje hangen in het begin. En dat vind je ook wel oké. Precies. Dat je blijft het maar. En Police Quest moest ik op een gegeven moment. Dat kon ik natuurlijk. Ik was toen 5 of zo. Ja. En je moest alles intypen wat die moest doen. Dus get gun. Oh, weet je, dat soort shit. Get key. En dan. Ja. En toen had mijn neef, die had toen. Dit heb ik volgens mij al eens eerder gezegd. Dat hij zelf een walkthrough heeft gemaakt. Dus getypt. Dat is sick. En uitgeprint. Wow. Op zo'n printer met van die gaatjes aan de zijkant. Wow. En dat heeft hij toen aan ons. En dan ging ik dus dat spelen met. Met die guide. Met die hele guide. En die heeft hij toen dus helemaal zelf gemaakt. Toen was er geen internet. Wat cool. Zeg het voor zijn tijd. Shit, ja. Ja, geniaal. Ja, het is mooi. Maar, ja, die games die je gewoon. Je hebt misschien 1/3 gezien, maar het is een van je meest vivid plekken waar je in je hoofd naartoe kan gaan van vroeger. Ja, ja, er zijn altijd wel van die dingen. Ik had bijvoorbeeld ook een soort van zo'n nep Game Boy met een turtle spelletje erop. Dan kon je, je moest dan zwemmen. En dan had je allemaal dingen die door het water gingen. En dan moest je April moest je redden op een gegeven moment. En je moest de hele tijd heen en weer. Maar het werd steeds moeilijker. Ik kan niet. Die muziekjes kan ik gewoon echt dromen. Erg nog. Is dat, hè? Ja, man. Ach. Zeker vooral als je doodgaat. Man. Ik had trauma's. Ik denk iets van 4 jaar terug. Iets langer geleden. Maar in ieder geval, mijn neefje was denk ik 7 of zo. En die begon in gamen te raken. En dat was een vakantie waar we met de hele familie gingen. En wat we altijd doen, mijn broers en ik, als we samen op vakantie gaan, wat we al jaren niet meer doen, maar destijds. Altijd een nieuwe save game Pokémon. En dan gewoon de hele nacht doorspelen. Zodat je kan zeggen, ik zit al in level 30 en hij is pas level 10. Op een gegeven moment komt mijn neefje naar me toe. Ik denk 4 dagen zaten we op Mallorca. Zaten we al te spelen. En hij komt naar me toe. Hij zegt, hoe kan het nou dat jullie al daar zijn? Ik ben pas weer hier. Ik zeg, hoezo is je Pokémon level 6? We spelen al 3 dagen. Hij zegt, ja. Dus jullie gaan elke ochtend heel vroeg opstaan of zo dan? Ik zeg, nee, hoezo? Hij begint elke keer opnieuw. Hij wist niet dat hij kon zeven. Oh. Die man was al 2 jaar Pokémon aan het spelen. Dus ik loop naar mijn tante toe. Ik zeg van, heb jij hem nooit verteld dat hij kan... Nou, dat verklaart het, zeg. Nee. Ik dacht al, wat vinden jullie toch zo leuk aan die spelletjes? Oh. Dus die wist niet dat hij kon zeven in Pokémon. En toen dacht ik, ja, fuck, dat zullen wij ongetwijfeld ook gehad hebben vroeger soms. Dat je het gewoon niet wist. Oh, ja, fuck. Dat iets heel makkelijks kon. Zeker, ja. Ja, zeker. Ik zit meer te denken ook inderdaad, zijn er games van vroeger die je nu wel hebt uitgespeeld? Mega Man heb ik, Mega Man 10 precies. Op de SNES. Want ik had een bureau waarin ik al die codes ging opschrijven. Oh. Met een permanent marker. Ja. En ben ik nog flink over het been voor gegaan. Over save data gesproken. Over save data gesproken. En dat bureau had mijn moeder op me te vangen toen ik terugkwam op vakantie. Dus ik wist niet meer waar ik was. Al die codes weg. Al die codes weg. Ja, voor haar zegt het niks. Maar voor mij was het letterlijk woman. Het begin weer opnieuw. Woman. Ja. En die heb ik toen inderdaad 4, 5 jaar terugkeer uitgespeeld. Het voelde heel goed. Nice. Ja. Ik heb dat met Sonic. Ja? Sonic, wow. Sonic die pakte mij zo hard, jongen. Ik zat bij mijn nichtje. Maar Sonic is dat... Oh ja, Sonic pakte mij heel hard. Het wel waarom je zo blauw ziet. Heel snel. Maar Sonic is wel precies zo'n game waarvan je als kind... Dan maakt het geen reet uit of je hem uitspeelt of niet. Want je gaat gewoon als een malle moer. Heel veel verder dan wereld 4, 5 kwam ik nooit inderdaad. Ja. En dan begon ik gewoon weer opnieuw. Dat is oké. Het was gewoon te moeilijk. Maar inderdaad, later heb ik dat wel gedaan. Echt helemaal uitgespeeld. En dat was wel even een momentje voor me. Zeker. Jij niet, Jay? FIFA 94 uitgespeeld of zo. Uitgespeeld, ja, toevallig. Toch eindelijk een keer een potje gewonnen? Nee. Nee, ik speel nooit echt meer die games terug. Ik ook niet meer, maar als ze opnieuw worden uitgegeven, dan af en toe wel, zeg maar. Ja. Dus die Sonic games die zijn allemaal opnieuw uitgegeven natuurlijk. En toen dacht ik, oh ja. Maar hoe belangrijk is het uitspelen van een game voor jullie, in general, in deze tijd? Ja, belangrijk. Wel, hè? Nou, ik vind het niet zo belangrijk, eerlijk gezegd. Kan jij Final Fantasy achter je laten als je halverwege bent? Dat heb ik letterlijk gedaan. Die cheert, jongen. Ik zou dat niet kunnen. Maar weet je wat ik doe? Ik speel tot ik verzadigd ben. En dan denk ik van... Vanaf nu begint het me te irriteren. Of begint het me een beetje te schuren. Dat ik denk van, ik wil eigenlijk niet meer verder spelen. Begint het werk te lijken? Ja, maar dan denk ik van, oké. Dan heb ik hier mijn plezier uitgehaald. En dan ben je klaar. Dan ben ik klaar. Dat heb ik ook met Rebirth gedaan, inderdaad. Sick. Zelfs met... Wauw. Ik heb die bodemdrang wel, hoor. Ik moet het echt doorzien. Maar ik kom dan gewoon op een bepaald moment...
En dan denk ik van, ja, ik vind dit eigenlijk niet zo leuk op dit moment. Dan ga ik liever wat anders spelen. Ik heb dat moment nooit. Nee, je bent dat ik het niet meer leuk vind. Nee, ja, ja, halverwege mijn platinum of zo begin ik te denken van, goh, is dit nou wat ik moet doen op de 30ste? Het is een beetje afhankelijk van wat je nog allemaal moet doen. Voor maar als je die gewetensgedachten is uit kan zetten. Ik heb het ook wel eens inderdaad tijdens Trophy Hunt. Heb ik het ook wel eens. Ja. Ja. Nou, maar ik heb Astrobot op platinum gehaald. Precies, maar daar had je geen moment dat je dacht, nou ben ik het zat en ik heb er geen zin meer in. Nou, ik was letterlijk... Ik lag letterlijk met 40 graden koorts op de bank. Ja, okay. En ik had echt een soort van rare ervaring met Astrobot. Die, pardon? Jij bent hard gepakt door Sonic? Nee. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben één week dus weg. Stel je voor, je bent echt al dagen ben je geveld met de koorts en je bent proberen challenge levels in Astrobot aan te halen. Dat is gewoon niet handig. En die muziek en die jongen, ik werd helemaal... Maar echt, waarom speel je niet iets relaxed? Ik was echt een soort van... Ja, maar ik weet het niet. Ik kon het niet. Ik had gewoon niet de beslissingskracht om te zeggen van... Hey, ik ga eens wat anders doen. Ik lag namelijk echt gewoon... En die muziek en het ging me door. Op een gegeven moment kwam Therese thuis van de werk. En die kijkt me aan en zegt, alles goed? Ik zeg, je moet even bijkomen. Ik zeg, wat, hoezo? Ja, ik word helemaal lijk van deze game. Waarom speel je het dan? Ja, ik zeg, ja, maar ik moet die platinum. Ja, precies. I don't know, man. Dat is ook gaming. Ja. Ja, ik weet niet of het een gezonde relatie is die wij hebben met gaming. Maar het is absoluut dat weet ik ook van niet. Nee, maar ik heb dit dus bijna nooit. Maar ik heb bijvoorbeeld Rebirth ben ik gestopt tot op een gegeven moment zo'n vliegend schip of zo. Daar kwam ik toen... Met, dat was zo'n vliegend schip. Ja, echt. Klaar met deze discussie, echt. Huh? Welk vliegend schip hebben we het over? Ja, dat is nog, ben je op de Gold gewoon, Soldier gewoon bij geweest? Sith. Gewoon helemaal op het begin? Ja, houdt goed, man. Dat is niet op het begin. Volgende onderwerp. Zit ja, er al okay. Ik zit er al iets van 40 uur in. Nou, ja, dan ben je op, de, ben je op begin. Je hebt nog niet eerst de titelscreen gehad. Ja, nee, dan is het voor mij pijn om te zeggen dat je dat nog niet zo dan is het voor mij ook wel goed. Ik heb niet de platinum van Rebirth. Nee, en daar ga ik me ook niet aan wagen. Want ik ga niet nog een keer door. Ik ga misschien... Ja, voordat deel 3 uitkomt. Op de, pro ziet het er echt zoveel fijner uit. Misschien ga ik hem nog een keertje spelen op de pro. Misschien. Maybe. Daar zeg je me wel wat.